Welkom terug. Dit is dan het derde en laatste deel van deze serie. We hebben nog een aantal vragen en hopelijk antwoorden te gaan over ons onderwerp de wederkomst van de Heer Jezus. Ik heb deze serie genoemd zeker als de Dageraad. Want ons geloof is dat de terugkomst van Jezus zo zeker is als dat het elke dag weer licht wordt en de zon weer opkomt. En achter mij staat de tekst maak je gereed om je God te ontmoeten uit Amos. En dat is een mooie tekst om deze studie als het ware te begeleiden en te illustreren. We hebben gesproken over al deze vragen. Ik ga er nu niet uitgebreid bij langs. Als u de vorige delen heeft gezien, dan weet u waar het over gaat. Wat gebeurt er met de gelovigen, zowel die nog leven als die gestorven zijn? Wat gebeurt er met de Overige groep van mensen die helaas uh, Christus hebben afgewezen en waarvan uh, Jezus heeft geoordeeld dat zij uh, niet bij Hem zullen zijn. We hebben antwoorden gezien op deze vragen. We hebben gezien dat de gelovigen verheerlijkt worden, zowel de levende als degene die al gestorven waren bij Zijn komst. We hebben gezien dat. Dat de groep van, van mensen buiten Christus in afwachting is van de Tweede Opstanding. We hebben het over al deze vragen gehad. Wat gebeurt er met deze aarde? Uh, wat gebeurt er met het aardse Israël? Dat zijn allemaal uh, flinke en ook wel gevoelige thema's. Dat ben ik mij bewust. We hebben het gehad over de periode van duizend jaar. En hoe dat een voorbereiding is voor ons op de dingen die daarna zullen plaatsvinden. En hoe alles tot een afronding komt, hoe het nieuwe Jeruzalem op aarde neerdaalt, hoe de tweede opstanding daar is, en alle mensen buiten Christus de kant van Satan opnieuw kiezen om dat nieuwe Jeruzalem te gaan omsingelen. We hebben gezien ook dat wat wij de hel noemen een, een eenmalig en een definitief vuuroordeel is, zoals dat ook bij Sodom en Gomorra het geval was, en dat de levens dan verloren zijn gegaan. Heftig. Heftig dat zeker, maar we hebben ook gezien dat de mensen niet onsterfelijk doorleven in een plaats die voor altijd zal branden. Want we hebben uitgebreid aandacht besteed aan die vraag van de onsterfelijke ziel. Vandaag dan: wanneer zal de wederkomst plaatsvinden? Wat kan ik met deze informatie in het leven van alle dag? En de laatste. Die dit plaatje mooi gaat besluiten. Hoe heeft alles zo ingewikkeld kunnen worden? Onze eerste vraag: Wanneer zal de wederkomst van Jezus plaatsvinden? En ik zal u zeggen, ik heb een berekening gemaakt, ik heb van elk Bijbelboek de 144e letter genomen en dat aan elkaar gezet. Uh, dat gecombineerd met een visioen dat ik laatst had, ben ik erop gekomen dat Jezus terug zou komen op 1 januari 2014. Nou, Emiel, je mag wel even haast maken met de montage van deze, van deze laatste, want die hebben we hebben nog maar een paar dagen. Nee, we kunnen natuurlijk niet gaan uitrekenen hoe dat zit, maar er zijn wel dingen over te zeggen. Wanneer zal de wederkomst plaatsvinden? En ik heb hier voor jullie twee teksten uit het boek van Daniel. En zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. Dit uh, komt uit een uh, profetie, Daniel 7, een hele belangrijke profetie. Waarin uh, de Koninkrijken die er zullen zijn op deze wereld, aan het Geestes oog voorbij trekken van Daniel. En dan zal er een laatste macht komen, die wordt omschreven als een kleine hoorn. En die komt voort uit het laatste dier. En die laatste macht zal een tijd, tijden en een halve tijd. de tijd krijgen. om zijn macht uit te oefenen. En dit is de macht waarover ook wordt gesproken als de Antichrist. Hoewel Daniel hem zelf niet zo noemt, maar het Nieuwe Testament gebruikt die naam. de Antichrist. Een andere tekst uit Daniel. na een vastgestelde tijd. Vastgestelde tijden en een helft, wanneer hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen. Deze profetie heeft betrekking op dezelfde tijdsperiode. We zullen zo meteen zien dat deze periode nog vijfmaal wordt genoemd in de Bijbel. Er zijn niet heel veel tijdsprofezie in de Bijbel. Het boek Daniel is daar eigenlijk uniek in. Misschien weet u dat de profeet Jeremia zegt: Israël zal 70 jaar in ballingschap zijn. Maar de profetieën in Daniel hebben betrekking op de tijd van het einde. Dat blijkt uit de context van de profetieën. En in hun soort zijn ze eigenlijk uniek in de Bijbel. En het boek Openbaring gaat verder waar het boek Daniel gestopt is. Deze tijdsperiode wordt zoals gezegd nog vijfmaal genoemd in het boek Openbaring. We gaan er even bij langs. En zij zullen de heilige stad vertrappen 42 maanden lang, Openbaring 11 vers 2, en ik zal mijn twee getuigen macht geven en zij zullen in rouwkleding gekleed 1260 dagen lang profiteren. En de vrouw vluchtte naar de woestijn 1260 dagen, waar zij gevoed wordt een tijd en tijden en een halve tijd. En het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen. Al deze profetieën, zoals gezegd, hebben betrekking op dezelfde tijdsperiode. Dus die periode die die macht, die kleine horen die daar groeit in Daniel 7, zou krijgen. Om zijn macht uit te oefenen. Om de heiligen van de allerhoogste te vervolgen. En om al die dingen te doen die over hem geschreven staan. En de vrouw, in symbolische taal, hier het volk van God, zal er de woestijn in vluchten die 1260 dagen. De getuigen zullen 1260 dagen in rouwkleding profiteren, enzovoort, enzovoort. En daarmee is dit de meest prominente tijdsprofecie in de Bijbel, want hij wordt zevenmaal genoemd. Oké, okay, 1260 dagen of 42 maanden, of zoals we gezien hebben, een halve tijd, tijden, tijd en een halve tijd, ik moet het wel goed zeggen. Dat zijn drie verschillende omschrijvingen voor dezelfde tijdsperiode. De Hebreeuwse maand tot 30 dagen, dus 42 maanden, komt ook op de 1260 dagen uit. En met de tijden worden jaren bedoeld. Twee jaren, één jaar en een half jaar, drie en een half jaar. En het Hebreeuwse jaar had 360 dagen, dus zo komen we ook op 1260 dagen. Is het zo dat deze tijdsperiode dan gaat over een periode van 1260 dagen? Want dat is niet zo'n hele lange periode. Laten we eens naar deze gedachte kijken. In tijdsprofetieën staan dagen voor jaren. Hoe weet ik dat? Waarom denk ik dat? Omdat deze tijdsprofetieën, als ze op deze manier worden uitgelegd, een volmaakt harmonieuze uitleg krijgen die precies past. Het bekendste voorbeeld. Is het voorbeeld van de 490 dagen? Of anders gezegd, de 70 weken-profetie. Misschien kent u die profetie uit Daniel 9, waarin gezegd wordt: Er zijn 70 weken bepaald over uw volk en over de heilige stad. En deze 70 weken of 490 dagen hebben eigenlijk geen betekenis als mensen lezen als letterlijke dagen. En daarom zeggen bijna alle uitleggers, in ieder geval de meeste protestantse uitleggers, dit gaat over, over jaren. 490 jaar. En als we deze profetie gaan lezen als 490 jaar, dan krijgt het een ongelofelijke vervulling. We zullen het daar nog over hebben, want bij een van de vragen die we nog gaan stellen, moeten we opnieuw naar deze profetie heel specifiek gaan kijken. De 1260 dagen die genoemd worden in Daniel 7 en elders in de Bijbel, staan zo voor 1260 jaren. En er is ook een profetie, dat is de langste tijdsprofetie, 320 avonden en morgens staan voor 2300 jaar. Dus een tijdsperiode van 1260 jaar is apart gezet voor deze macht. Waarom vertel ik dit hele verhaal? Omdat het profetische... Perspectief, het profetische plaatje, ons helpt om te zien waar we ergens zitten. Als de Bijbel zegt dat er op een gegeven moment een periode zal zijn van 1260 jaar, kunnen we dat ergens terugvinden? Is dat al beëindigd? Kunnen we iets zeggen over waar we zijn in het profetische tijdsverloop? Nog een stukje context. Dit is een onderwerp. Wat veel meer aandacht uh, zou verdienen. Aan de ene kant, daar is elders ook veel informatie over te vinden, het onderwerp van de Antichrist. Ik ga er nu uh, misschien wat snel doorheen, omdat het mij vooral om de tijdsperiode te doen is, maar we zullen toch iets van achtergrond geven. Daniel 7 zegt: Er komen vier dieren. En die vier dieren, zegt de profetie, staan symbool voor wereldrijken. De laatste daarvan is het Romeinse Rijk. Dat is het vierde dier. Als dat is geweest, komt er een nieuwe macht. Dus eerst moet het Romeinse Rijk afgelopen zijn. Dan komt er een nieuwe macht en dat is die macht waarvan wordt gezegd die blijft 1260 jaar. Dat moet allemaal eerst gebeuren en daarna komt de tijd van de wederkomst dichterbij. Misschien wel heel dichtbij. Paulus baseert zich op deze profetie als hij in zijn brief van de Thessalonicense wat uitleg geeft. Hij heeft in 1 Thessalonicense gezegd, uh, er komt een wederkomst aan en hij heeft over de opstanding gesproken. En uh, ze zijn allemaal een beetje opgewonden geraakt daar in Thessalonica van, wauw, uh, de wederkomst komt eraan. En dan zegt Paulus, wacht, wacht nog eventjes. Het is nog niet zover, want er moeten nog een paar dingen gebeuren. En met Daniel 7 in zijn hand... Uh, legt hij uit, eerst moet de weerhouder verdwijnen. 2 Thessalonicense 2. En de weerhouder, gezien uit, in het profetische plaatje, is het Romeinse Rijk het vierde dier. Dat was er immers op dat moment. Eerst moet de weerhouder worden weggenomen. Dan kan immers pas die volgende macht komen. Dan komt de wetteloze. En daarna pas komt de. De wederkomst. En dat is het profetische perspectief dat de Bijbel ons geeft. Gedurende drie eeuwen na de dood van de apostel op Vaticaanheuvel bleef de kerk in weerwil van alle vervolgingen groeien in omvang en kracht, totdat de dag kwam waarop zij bezweek voor de verleiding om gemene zaak te maken met Caesar. Uit het boek Stadhouders voor Christus. Als wij spreken over deze horen, over deze profetie uit Daniel en over de profetie die Paulus eigenlijk herhaalt: dat er een wetteloze moet komen. Dan moeten wij de kerkgeschiedenis ingaan en dan zien wij een macht opkomen vanuit Rome. Vanuit de kerk die langzaam maar zeker een koninkrijk op aarde wil vestigen, die zegt in de naam van Christus te handelen. Waarvan het hoofd zelfs genoemd wordt: de stedenhouder van Christus. Maar die zelf op de plek van Christus gaat zitten en zegt: Jij wel, jij niet. Diezelfde regels gaat uitmaken. En zoals dit citaat zegt: gemene zaak met Cesar maken. Steeds meer politiek geladen. Steeds meer gebruikmakend van de wereldse machten. Totdat het moment kwam in de middeleeuwen dat deze macht boven de politieke machten uit torenden en haar inzetten om haar geloofsartikelen op te dringen aan de mensen. En wie daar niet in mee wil gaan, het was een moeilijke tijd. Het was een moeilijke tijd als je daarvoor koos. Daar hadden wij een inquisitie voor. Er kwamen nieuwe leringen de kerk binnen. Die niet uit de Bijbel kwamen, maar die afkomstig waren uit buitenbijbelse bronnen, uit religies die er al waren. Zoals uh, de Eucharistie, wat niet langer een herdenking was van het offer van Christus, maar wat een offer werd: wat wij gingen brengen aan Christus. En een, 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 ronde, een rond stukje brood uh, werd het avondmaal, symboliek die uit andere religies afkomstig was. Het, dus uh, de Eucharistie als offer van onze kant. De werkzaamheid van sacramenten. Dat wij dus behouden moeten worden door onze werken. Door wat wij doen. Dat uh, de religieuze handelingen uh, die de kerk voorschrijft ons zalig maken in de ogen van God. De voorspraak van de heiligen. Rome leerde immers dat onze ziel onsterfelijk is. En de heiligen die ons waren voorgegaan, die hadden zoveel goede daden gedaan dat ze nog wat genade over hadden. En daar konden wij aanspraak op maken door de aflaten en we konden hun ook zelf te hulp roepen. We konden aan heilige die of heilige die vragen, wil jij onze voorspraak zijn? Met name natuurlijk de heilige maagd, die steeds een belangrijkere rol ging innemen... En steeds meer een middelares begon te worden tussen ons en Christus. Dus de aflaten, die noemde ik net al: de aflatenhandel, waardoor je genade kon kopen. Letterlijk met geld ook vaak. Uh, en Een idee dat we niet zo duidelijk terugvinden, als ik het zo mag zeggen, in de Bijbel. Laten we zeggen, in het geheel niet terugvinden. De kruistochten die in de middeleeuwen begonnen te komen, de wereldse manier van denken, uh, niet in de laatste plaats kruistochten die gevoerd zijn tegen christenen, die zeiden: wij willen bij de Bijbel blijven. Zoals de kruistochten in Zuid-Frankrijk tegen de Albigensen, de kruistochten tegen de Waldensen. En zo werd ook de profetie vervuld dat hij de heiligen van de Allerhoogste zou uh, Bestrijden een oorlog tegen en zou voeren. In die periode van 1260 jaar. Deze macht kwam zover dat het tot dit soort uitspraken kwam. Wij verklaren, zegt Bonifatius 7 dit is in de middeleeuwen zoals je ziet, 1294 tot 1303 was hij uh, paus. In zijn buel unum sanctam definiëren en roepen uit dat het nodig is. Voor de redding van elk menselijk wezen. om onderworpen te zijn. aan de Romeinse Bisschop. Dit is de manier waarop deze macht. zijn plek begon in te nemen. zeggend in de naam van Christus te handelen. maar zelf op die plaats. Uh, gaan, gaan zittend. De aanvang van de macht. van het Pausdom. kunnen we zien in het jaar. Uh, 538. Als we willen weten hoe we deze periode van 1260 jaar moeten, moeten zien en moeten indelen, dan moet er ook een beginpunt te vinden zijn. En er is een beginpunt waarin de, de politieke aspiraties beginnen en waarin de overheersende rol van Rome begint als een onafhankelijke macht. De Oost-Romeinse keizer Justinianus had gezegd van Rome die moet maar het hoofd zijn van de kerken in 533 had hij, uh, had hij dat gezegd. Rome was in die tijd in handen van de Goten. Uh, Justinianus bedacht ook dat hij de stad Rome weer wilde heroveren. En zijn generaal uh, Belisarius is dat ook gelukt. In 538 werden de Goten daar verdreven. En onder de, uh, onder de bescherming van de wereldlijke heersers uh, werd, werd de paus eigenlijk daar bevestigd in zijn macht. En daar is de ontwikkeling in gang gezet die langzaam en zeker zou leiden tot de uitspraken die we net hebben gezien en tot de handelwijzen die er gekomen zijn. In 533 werd bij een decreet van de Romeinse keizer Justinianus de paus tot algemeen hoofd en heerser der Oosterse en Westerse kerken gemaakt. Terwijl het pausdom in 538 tot een geconsolideerde macht kwam, doordat Justinianus de Oostgoten, waarvan deze schrijver zegt het was de laatste van de drie horenen, Versloeg. Met de benoeming van de eerzuchtige Vigilius verkreeg de pauselijke stoel in 538 vele privilegiën en grote macht. Sindsdien merkte men dat de paus niet slechts een geestelijke vader, maar tevens een politieke onderhandelaar was, wiens invloed met de tijd toenam. Als we dit als beginpunt kunnen zien en we nemen aan dat de profetie spreekt van 1260 jaar, waar brengt dat ons? De middeleeuwen vormen duidelijk het zwaartepunt van deze periode van grote verdrukking die de profetie aankondigde. Als hij zegt dat die horen de heiligen zou vervolgen. Rechts zien we het logo van de Waldensen, zo genoemd omdat ze in de dalen leefden van piemont in Noord-Italië en op uh, de rand van Frankrijk. Hun logo bestond uit een boek, de Bijbel, en een kandelaar en een lamp. En de tekst luidt in het Latijn: Het licht schijnt in de duisternis. En hoe meer ik heb geleerd over deze gelovigen die bij de Bijbel wilden blijven en niet mee wilden gaan in al de dingen die er gebeurden in de kerk van Rome. En hoe meer ik weet over wat hen wedervaren is en hoe de Inquisitie heeft geprobeerd om hen uit te roeien, hoe meer ontzag ik voor hen heb gekregen en hoe meer dit logo mij is gaan aanspreken. In de middeleeuwen kon het gebeuren dat de s nachts op de deur werd geklopt en je deed open en er stond een, uh, een dienaar van de wet, maar er stond ook een Dominicana monnik voor je deur. En dan wist je eigenlijk dat het gebeurd was. Je wist niet waarom, maar je werd meegenomen om verhoord te worden door de Inquisitie. Al jouw bezit, ook al had je een gezin, verviel aan de kerk en jij werd opgesloten. En de kans dat het niet zo heel best met je afliep was vrij aanwezig. Niemand vertelde je wat je had misstaan. Dat moest je zelf eigenlijk verzinnen. Je werd voor de raad gebracht en die zei: Vertel de waarheid. Ze zeiden niet wie jou had aangebracht. Um, en heel veel van deze verhalen zijn geëindigd op de brandstapels van de Inquisitie. En dat is de ongelofelijke geloofsvervolging geweest uit de tijd van de middeleeuwen, die het pausdom op gang heeft gezet. De Dominicanen waren onder rechtstreeks bevel van de paus. Hij hoefde zich verder aan niemand te storen. Alleen al daaraan kun je zien. Dat dit heel nadrukkelijk een instrument van het pausdom is geweest. Om alle christenen die zich niet wilden voegen in hun straatje weg te nemen van deze wereld. Het einde van de 1260 jaar periode wordt gemarkeerd in 1798. Napoleon neemt Pius VI gevangen. Hij, hij trekt Rome in, zijn, zijn, zijn leger trekt Rome in. En het pauselijke huis wordt afgebroken. En de, de, dat, de, de prestige en de invloed van het pauselijke Rome werd een dodelijke wond toegebracht. Toen op 15 februari 1798 de Romeinse Republiek werd uitgeroepen, werd de paus afgezet. Op het verzoek van de doodzieke paus hem in Rome te laten sterven, antwoordde Defoe, de Franse generaal, sterven kunt u overal. Op 500 voertuigen liet Napoleon de kunstwerken uit Rome wegvoeren. Een lange tragische leidensweg van de paus eindigde in Valens. Zo'n stukje geschiedenis. En zo werd de pauselijke macht verbroken. En zoals het is geweest in de tijd van de middeleeuwen, ook in de tijd van de Contra-reformatie, het had er alle schijn van dat de macht van Rome nu zou aftakelen en afbrokkelen, totdat het een onbeduidende macht zou zijn en het leek een tijdje ook die kant op te gaan. De 1260 jaar zijn voltrokken vanaf het jaar 538 tot aan het jaar 1798. Dit is de tijd die deze macht heeft gekregen. Jezus zei over deze periode van verdrukking. En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, en de maan zal zijn schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de zoon des mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven, en zij zullen de zoon des mensen zien, als hij op de wolken van de hemel komt, met grote kracht en heerlijkheid. Aan het einde van deze periode van verdrukking zouden er duidelijke tekens zijn die het einde van deze periode markeren en eigenlijk ook fungeren als inleiding van de laatste dagen en als waarschuwing aan de wereld. Deze wereld is niet van ons. God heeft deze wereld gemaakt en er komt een moment waarop hij zegt, ik ga de regie hier weer overnemen. En zijn wij voorbereid? Op dat moment. In een parallel gedeelte in Openbaring uh, hoofdstuk 6 wordt over deze tekens gesproken. Het is interessant uh, de, uh, de context van, van dit stuk. Dit is het gedeelte van de zegels die verbroken worden. En hiervoor is het vijfde zegel verbroken. En Johannes ziet daar symbolisch de martelaren onder het altaar die roepen om gerechtigheid. Als het ware een, een profetisch plaatje van de grote verdrukking die er is geweest. En dan wordt het zesde zegel geopend. En ik zag, toen het lam het zesde zegel geopend had. En zie, er kwam een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een harenzak. En de maan werd als bloed. En de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij door een harde wind wordt geschud. En dan is het eerst volgende wat wordt gezegd: en de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. Dat laatste is duidelijk een beschrijving van de komst van Christus. En voorafgaand aan die komst en het einde markerend van de 1260 jaar periode zouden deze tekens te zien zijn. Tekens in de hemel. Er zou een aardbeving zijn. Er zou duisternis zijn, een teken ook aan de maan. En er zou een ander teken nog zijn in de hemel als het vallen van sterren. En zijn deze gebeurtenissen te duiden of moeten we zeggen, ja, het kan dit zijn en het kan dat zijn. En eigenlijk weten we het niet. 538 tot 1798. Daarvan heb ik gezegd dat is de 1260-jaar-periode, de grote verdrukking. Waarvan tegenwoordig wordt gezegd dat zijn 1260 letterlijke dagen en dat moet allemaal nog gebeuren. Daarom denkt iedereen ook dat die tekens ook nog moeten gebeuren. Maar als we het op deze manier uitleggen in de historische lijn, dan zien we rondom deze einddatum, 1798, de volgende gebeurtenissen. In 1755 op 1 november, was toevallig Allerheiligen, was de grootste, meest heftige aardbeving tot dan toe. Een hele bijzondere aardbeving, hele langdurige schokken. De stad Lissabon werd verwoest. De schokken waren in veel delen van Europa te voelen. Uh, het was een aardbeving die heel veel impact heeft gehad op de mensen en ook in hun, in, in hun bewustzijn van uh, hun veiligheid op, op aarde, zeg maar, als dit soort dingen kunnen gebeuren. We zullen er zo nog iets over, over zien. Maar voor het geval dat iemand zegt van oké, okay, het was een hele bijzondere aardbeving en een hele grote aardbeving, maar dat is toch nog natuurlijk te verklaren, zijn er twee andere tekens geweest. Waarvan je dat niet kunt zeggen. In 1780 was de donkere dag van Nieuw-Engeland. In Amerika had het protestantisme een nieuwe thuishaven gevonden. Waar vrijheid was om zich te ontwikkelen. En in dat deel is dit teken geweest. Je kunt het nazoeken. Misschien zit je wel achter de computer nu, dit te kijken. Je kunt rustig even op pauze drukken en het nazoeken. Er is niks. Geheimzinnigs aan, het is geen onbekende gebeurtenis. 19 mei 1780. Toen de dag begon, was er een lichte schemering, maar die verdween weer en er kwam een duisternis over het hele continent of over grote delen van het continent. De mensen konden niet naar hun werk. Je kunt het je misschien een beetje voorstellen hoe dat is. Voor één keer kwam de dageraad niet op. Mensen moesten thuis blijven, zetten hun uh, kaarsen aan, nachtdieren kwamen uit hun hol. Er was een Egyptische duisternis. Je kunt wel snappen dat dit enige impact had op iedereen die dat heeft meegemaakt. En aan het eind van de dag, uh, toen de nacht inzette, waren er geen sterren te zien, het was gitzwart. Er was alleen een maan die bloedrood aan de hemel stond een hele opmerkelijke Bijzondere, misschien ook beangstigende gebeurtenis. De donkere dag van Nieuw-Engeland. Zonder verklaring. Niemand kan zeggen het kwam daardoor of het kwam daardoor, behalve door de hand van God. Die zei: Ik zet mijn natuurwetten voor een dag opzij om te laten zien dat ik daarboven sta. In 1833, dan zijn we weer 50 jaar verder was er een beroemde regen van meteorieten die de hemel, de nachtelijke hemel, bijna vier uur lang in lichte laaien heeft gezet. Op zo'n manier als nooit is gebeurd en sindsdien ook nooit meer zo is geweest. En het was, zoals de profetie zegt, alsof er onrijpe vruchten door de wind van een boom af werden gewaaid. We zullen daar nog een paar dingen over zien. Uh, de aardbeving van Lissabon. Het grote zwijgen sinds de aardbeving van Lissabon. Dit is een artikel wat spreekt over de impact die de aardbeving heeft gehad. Ze had een kracht van naar schatting 9 op de schaal van Richter en duurde 7 minuten lang. Het water uit de haven stroomde weg en keerde even later terug als een golf van meer dan 16 meter hoog. Drie minuten na de eerste beving volgde er een tweede, even krachtig, en twee uur later een derde en laatste schok, tot ver. In Europa werden de schokken gevoeld, ook in Nederland, waar juist een bededag gehouden werd. En wat een impact heeft deze verwoestende aardbeving gehad, 1755. Dit komt van Wikipedia, 19 mei 1780. Nogmaals, het is een bekend feit. Over geheel Nieuw-Engeland valt een onverklaarbare duisternis. En die duisternis wordt door sommigen in verband gebracht. Met de Bijbelse profetie. Nou, hier staat er nog eentje. En een ander citaat, dat heb ik maar even in het Engels laten staan, waarover die uh, meteorietenregen wordt gesproken van 1833. Drie gebeurtenissen in het grotere geheel gezien rondom die einddatum 1798. Drie. Tekens waarin met name voor de laatste twee absoluut geen normale wetenschappelijke verklaring is te geven. Het enige wat je ervan kunt zeggen is, dit waren tekens van God. Hij markeert zijn macht in het beëindigen van de grote verdrukking en hij geeft een waarschuwing af. Ik kom terug. Ik kom terug. Dus die meteorietenregen en, 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 en dat, dat, dat spektakel van, van, van die nacht uh, wordt hier beschreven. En dat alles om het einde te markeren van, van deze macht die, de, die er nog steeds is. Um, in dit bericht aan de linkerkant wordt uh, gezegd uh, dat er in Ierland nog steeds aflaten uh, te koop zijn. Het is niet iets van het verleden. Daar zien we de heilige trappen uit Rome. Waarvan iedereen weet dat die daar door engelen vanuit Jeruzalem naartoe zijn gebracht. En ook daar kun je nog steeds aflaten krijgen. Net als in de tijd van de middeleeuwen. En op de steen die we daaronder zien, de steen uit de Sint-Jan van Lateranen, de hoofdkerk van het Vaticaan, staat: deze kerk is het hoofd en de moeder van deze stad en van de hele wereld. Dat is overigens nog steeds hoe deze macht zichzelf ziet. En we zien de sleutels. Deze macht zegt: Wij hebben sleutels om de hemel te sluiten en te openen. En een tijdelijk einde werd ingezet van de macht van het pausdom. Om het maar te zeggen, zoals het is. De provincie van de Openbaring gaat verder op dit thema en zegt: En het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen. Dat hebben we gezien. En ik zag een van zijn kop als dodelijk gewond maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. Op zich een verwonderlijke profetie. Een macht die historisch gezien zoveel misdaad op zijn geweten heeft, die het evangelie zo heeft onklaar heeft gemaakt, onherkenbaar heeft gemaakt. Zou opnieuw de waardering genieten van alle grootte van de aarde. En we zouden er als het ware allemaal met verwondering achteraan gaan. Er zou een dodelijke wond zijn, dat hebben we gezien. In de nasleep van de Franse Revolutie en hoe Napoleon om is gegaan met het pausdom aan het einde van de 18e eeuw. Er zou een dodelijke wond zijn. Het pausdom raakte langzaam zijn politieke macht kwijt. De laatste staat in, in 1870. Die opging aan, het, aan een nieuwe staat Italië. En het leek gedaan. Maar de profetie zei dat de wond zou genezen. En de hele wereld zou erachteraan gaan. En dit zijn de dingen die moeten gebeuren voordat de wederkomst daar is. De Antichrist zou 1260 jaar lang macht hebben in de politieke sfeer, zijn macht zou na de 1260 jaar teloorgaan. Dat is de dodelijke wond maar opnieuw herstellen in de laatste dagen. In 1929 zien we dat het Vaticaan opnieuw een politieke staat wordt door het verdrag van Lateranen, een verdrag dat het pausdom met uh, Benito Mussolini heeft gesloten. En dat is de datum, dat is het jaar waar vanaf het pausdom opnieuw uh, een politieke staat is en ambassadeurs heeft en politieke relaties met, uh, ik geloof, meer dan 170 landen op dit moment. Alleen al daaraan kun je zien hoe de invloed opnieuw is gegroeid. We zien hier een krantenbericht uit 1929. Uh, groot nieuws, de wond wordt als het ware weer geheeld. Het pausdom krijgt zijn staat weer. Het pausdom is altijd zo verzot geweest op zijn wereldse. Macht. Dit was voor het pausdom een hele grootste gebeurtenis. En daar de gedenkpenning die is, is geslagen. Je ziet daar trouwens aan de rechterzijde interessante zonne symboliek. Er is een boel te vertellen ook over uh, symboliek die gebruikt wordt binnen deze religie. Daar gaan we nu niet al te diep op in. En het logo trouwens van de jezuïetenorde die daar ook in uh, in vermeld staat. 19. 29 en sindsdien is de wond gaan genezen. Als we dus het profetische plaatje voor ons nemen op basis van alle teksten en de dingen die we gezien hebben, dan zegt de profetie en dan zegt Paulus de weerhouder moet worden weggenomen. Het Romeinse Rijk eindigde formeel in, in 476. Daarna zou er een macht komen die 1260 jaar lang blijft, het pausdom dat binnen de kerk eigenlijk in de tempel van God is gaan zitten alsof het zelf God was. De dodelijke wond in 1798, de tekens die daaromheen zijn geweest, de aardbeving, uh, de aardbeving van Lissabon in 1755, die donkere dag in, wat uh, uh, was het nou? 1780 uit mijn hoofd en de meteorietenregen. Nou, dan moet u nog maar eens een keer even terugspoelen. En er zou een herstel zijn. In 1929 zien we dat het pausdom weer een staat krijgt. Als we deze dingen op een rijtje zetten. En wat mij betreft is dit een hele logische en duidelijke interpretatie van de profetie. Waar zitten wij dan ergens? Wat is er al geweest en wat komt er nog? Het vierde dier is al lang en breed vertrokken. De pauselijke macht heeft zijn 1260 jaar gehad. De wond is geslagen, de wond is genezen en alles wordt gereed gebracht voor de laatste dingen. En als je hierover nadenkt of je het nu leuk vindt of niet, dan komen we steeds Dichter bij het einde van alle dingen. Jezus heeft hier meer over gezegd. Hij sprak van misleiding die er zou zijn, hand over hand zou die toenemen, over een toename van gewapende conflicten en dat we daar ook veel over zouden horen en natuurrampen in dit stuk. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen ik ben de Christus en zij zullen velen misleiden u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen pas op word niet verschrikt want al die dingen moeten gebeuren maar het is nog niet het einde En misschien zegt u van ja er waren altijd al oorlogen en In ieder geval wordt de profetie vervuld dat we er heel veel over horen al is het maar door de media van vandaag maar er zijn ook in weerwil van de Verenigde Naties ontzettend veel gewapende conflicten op de wereld op dit moment. En er zijn rampen. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn. En besmettelijke ziekten. En aardbevingen in verschillende plaatsen. En het wordt hoog tijd om het zaakje hier beneden te vernieuwen. Als je al deze weeën. Ziet gebeuren en al deze moeite. Dit is een lijst die laatst in de krant stond toen uh, de tyfoon in, uh, in de Filipijnen was geweest. En er werd even op een rijtje gezet van de afgelopen jaren. De, de stormen die er zijn geweest en de orkanen, zeebevingen, cyclonen, etc. Etcetera, etcetera. U weet het zelf, het lijkt wel alsof de vorige nog niet voorbij is. En er is alweer iets nieuws wat, 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 wat veel leed en veel schade uh, veroorzaakt. De Bijbel zegt dat er onverschilligheid zal zijn. Het zal de mensen eigenlijk allemaal niet zoveel uitmaken. Ze hebben hun tijdschriften, ze kunnen voor de tv gaan zitten en een leuke film kijken. Uh, wat zou het? Ze zouden geen belangstelling hebben voor God. Net als in de dagen van Noach. Dit zijn de woorden van Jezus. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed. Met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven. Tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging. En het niet merkte dat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Zo zal ook de komst van de zoon des mensen zijn. Gezien de tijdsprofetie van Daniel 7, de 1260 dagen. En alle dingen die daarover staan, het herstel van de wond, et cetera, zijn we heel vergevorderd in de profetische tijdslijn. Het is niet anders. Zo staan de zaken. Ik zeg niet, het is tien jaar, daar doe ik geen uitspraak over. Maar in het grotere plaatje kun je zien dat we steeds dichterbij komen. Ook wijzen vele tekens in de maatschappij en de natuur ons op het naderende einde. Je zou kunnen zeggen het naderende begin. Want het is het begin van het herscheppingswerk. En het maken van uiteindelijk de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De tekens zijn niet allemaal zo fijn aan de ene kant. Aan de andere kant kunnen we des te meer verlangen. Heren, maak hier een einde aan. Haal ons weg uit deze planeet van zonde en van strijd. En van baren zweeën. Breng ons thuis in het hemelse Jeruzalem. En dan zullen we wachten op de creatie van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus het antwoord op deze vraag: wanneer zal de wederkomst plaatsvinden? is wat mij betreft op basis van wat we hebben gezien. Het zal niet al te lang meer duren. Nu zegt ja, maar dat zeiden ze ook al toen en dat zeiden ze ook al rond het eerste millennium misschien. U kunt zelf nagaan of de dingen die we hier hebben gezegd over het profetische tijdsverloop hout snijden. En nogmaals, wat mij betreft, is dit een realistische en goede interpretatie van de profetie. En kunnen we op basis daarvan, niet op basis van ons gevoel of onze visioenen of onze gedachten, maar op basis van de profetie zeggen: het duurt niet zo lang meer. We zullen nog één andere vraag uh, behandelen voordat we even uh, een, een, een break hebben. En dat is deze, wat kan ik met deze informatie in het leven van alle dag? Het is een bijzonder verhaal, deze profetie van, van de wederkomst. Als ik klaar ben met, met deze lezing, dan rijd ik vanmiddag weer naar huis en misschien is het wel heel mooi weer. En ik kijk om me heen en ik denk, er is toch niks aan de hand. Toch is dit het profetisch woord. En is het iets uh, wat hoort bij ons geloof en wat hoort bij onze toekomstverwachting. En over deze vraag, wat kunnen we er nou mee? Denk ik dat je heel veel zou kunnen zeggen. Ik heb een aantal gedachten eruit gepakt, waarvan ik hoop dat die het wat dichterbij brengen, als, uh, als u daar misschien behoefte aan hebt. Op die dag zal men zeggen. Zie, dit is onze God. Een tekst uit Isaiah, Isaiah 25. Wij hebben hem verwacht en hij zal ons verlossen. Het feit dat God terugkomt, dat zijn Zoon Jezus terugkomt om ons mee te nemen naar het huis van de Vader, heeft een hele sterke invloed op ons beeld van wie God eigenlijk is. God is niet iemand die ons hier laat gaar koken in onze soep. Hij wacht met zijn belofte, zegt Petrus in een van zijn brieven, want hij wil dat er zoveel mogelijk mensen tot bekering komen. Dat is ook mijn wens. Ik hoop ook dat deze presentaties u niet afschrikken uh, of, of dat de dingen te veel in een negatief daglicht staan, maar dat het meer... Ja, er zit een waarschuwende kant aan, maar dat er ook een uitnodiging in zit. God wil niet dat iemand buiten zijn hemels Jeruzalem zal zijn. Hij wil iedereen bij zich hebben in het huis van de Vader. Maar wat ons betreft, het feit dat God ons hier niet zal laten zitten. Het feit dat God ons een nieuw lichaam zal geven. Wat niet meer al die gebreken heeft. Uh, nou ja, ik ben zelf uh, nog niet zo oud, maar u weet waar ik het over heb. Langzaam. Uh, maar zeker uh, zullen we het allemaal tegenkomen. Er is ziekte, er zijn verschrikkelijke ziektes. Op de wereld er is van alles. Ook in, in ons hart kunnen dingen gebroken zijn. En verdriet uh, is er natuurlijk heel veel. God zal op een dag zeggen het is genoeg geweest. En de profetie zegt dat wij, zullen, uh, dat wij gelijk zullen zijn aan, aan Christus in zijn verheerlijkte staat. Dat God op een dag elke traan uit ons oog zal wissen. En dat is een God waarvan je met heel je hart kunt houden. Dus het feit dat hij terugkomt, dat maakt dat wij des te meer hem kunnen liefhebben om wie hij is. En, 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 en dat hij iemand is die zich om ons bekommert en zegt: Ik laat het er niet bij zitten. Uit deze brief uit Johannes dan. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Het feit dat er een wederkomst komt, het feit dat, dat die dingen echt gaan gebeuren, het mag een invloed hebben op ons concrete leven, in die zin dat wij ons christelijke leven des te meer serieus nemen. Het is geen spelletje, het is, het is, een, het is een, uh, ja, een ernstige zaak. Om het zo maar te zeggen, dat klinkt misschien een beetje zwaar, maar het is iets om serieus te nemen. En, en de hoop en op de wederkomst, het geloof in de wederkomst. Dat kan je elke keer weer opnieuw erbij bepalen. Ik moet ernst maken met de keuzes die ik maak, met mijn morele leven, met de dingen die ik zeg, de dingen die ik tot mij neem. Want de Bijbel zegt: wie deze hoop op Hem heeft, die reinigt zich zoals Hij rein is. Ook Petrus heeft deze gedachte opgenomen. Als deze dingen dus allemaal vergaan, want alles wat er op deze wereld is zal vergaan, hoe danig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel? Dus Petrus maakt hier ook die koppeling. En in godsvrucht. U die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt. De dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Neem je christelijke leven serieus. Er staat veel op het spel voor jezelf, maar ook in uh, hoe je in je leven God laat zien aan andere mensen. Jij bent een van de instrumenten als je een kind van God bent, waardoor God als het ware communiceert en laat zien aan de mensen wie hij is. En naarmate de tijd korter is, is het des te meer van belang om je eigen christelijke levenswandel. Echt serieus. Te nemen. Dit komt uit de profeet, profeet Jeremia, waar een klacht wordt geuit door God. Ik heb wachters over u aangesteld, zegt hij, sla acht op het geluid van de bezuin. Dat was de opdracht die die wachters hadden. Maar zij zeggen, daar slaan wij geen acht op. Jeremia had een moeilijk leven. Hij was een profeet die net als ik. Iets aankondigde wat er zou gaan gebeuren. En daar zaten wat kanten aan die niet zo heel fijn waren. Net zoals ik dingen heb verteld. die ik aan de ene kant liever misschien niet zou willen zeggen. maar die er wel bij horen. Ja, er komt een oordeel. Nee, het is geen oneindig lijden in de hel. Dat is het goede nieuws. Maar er is wel degelijk een tweede dood. En die mensen zullen wel degelijk voor eeuwig schade lijden daarvan. Jeremia, die moest zeggen dat de stad Jeruzalem ingenomen zou worden. En de tempel verwoest. Maar de mensen zeiden: ja, We hebben de tempel toch. Het zit goed met ons. Jeremia was niet de enige profeet. Er waren er nog veel meer, maar die hadden allemaal lieve woorden voor het volk. God had tegen hun gezegd: sla acht op het geluid van de bezuin. Maar zij zeiden: daar slaan wij geen acht op. Er is een verleiding voor de kerk om de boodschap. Iets minder scherp te brengen of iets meer naar de achtergrond te laten zakken. Omdat het niet altijd heel aangenaam is. Dat is niets nieuws. Dat was in de tijd van Jeremia. Dat is misschien nu ook zo. Maar wij worden geroepen als wij deze boodschap serieus nemen, om wachters te zijn. Zoals deze andere teksten zeggen: Op uw muren, O Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld. En ik hoop dat ik voor God. Door zijn genade die functie mag vervullen. Blaas de bazuin in Sion is de opdracht die wij hebben. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft waarvan God de bouwer en ontwerper is. Het is, ons, het is onze hoop zoals het die was van Abraham dat wij op een dag in de hemelse stad zullen zijn. Verzamel geen schatten op aarde waar mot en roest ze bederven en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En dat is een aardige test. Waar is mijn schat? Waar ben ik mee bezig in mijn gedachten? En des te concreter we na kunnen denken over de toekomstige dingen, en daarom doe ik mijn best om zo concreet mogelijk antwoorden te geven, des te concreter die hoop is, des te beter die hoop kan leven in ons hart. En des te meer het ons kan helpen om ons hart niet hier op aarde te hebben. We moeten verantwoordelijk zijn, we moeten geen zweverige mensen zijn. Maar ons hart mag liggen in de hemel, want dat is ons werkelijke vaderland. Dat is waar we thuis horen en waar we uiteindelijk thuis zullen zijn. We zullen nu even stoppen en we gaan zo verder met de laatste vraag: Hoe heeft alles zo ingewikkeld kunnen worden? Dank u.